deze nieuwsopname. Die is voor het slapen gaan. Ik zal mijn stem lekker rustig houden. Ga maar lekker liggen. Ah, je mag hem ook overdag draaien hoor. Als je toch even niks te doen hebt. Ja, voor hetzelfde geld val je in slaap. Want dat is wel de bedoeling. Van deze audio. Er komt ook niet een eindmuziekje. Dan word je weer wakker. Dat doen we niet. Dus dat einde, dat was heel makkelijk. Dan zeg ik van, nou hartstikke bedankt voor het luisteren. Op zijn Hamburg zeg ik dan, tjus. Hij zegt dan heel zachtjes. Nou, je laptop zat dan wel de hele nacht aan, maar... Mijn Mac die schiet automatisch in de slaapmodus. Beeldscherm gaat uit. Het motto van vandaag is kerst. Het is vandaag kerst. Het is eerste kerstdag. Wat een jaar is het geweest. Hè? Het is nu de winterzonnestilstand. Die is net geweest. 21 december is de winterzonnestilstand. Mijn dochter is geboren op 21 december. En daar is het kerstmisfeest op gebaseerd. Kerstmis is, by the way, heidens. Onbijbels. In de evangelia, daar staat dan, dus over de geboorte van Christus gaat dat. Dat zijn de eerste vier boeken van de Bijbel. En daarin wordt gezegd dat toen kindeke Jezus werd geboren, toen sliepen de herders bij nachten in het veld. Yep. Nou, dat had in dat Christus geboren is in een periode met lekkere temperaturen. Dus niet in de winter. En als je dan kijkt naar figuren zoals Horus en Unamir. Al die, oh ja, je hebt iets van Zoar of zo. Al die karakters zijn geboren... Ja, op 25 december. Die katholieken hebben dat eraan geplakt. Die katholieken, dat is Babylon. En die hebben het christendom, het bijbelgelovende deel van de denkende mens, hebben ze overgenomen. Door de hele meuk in het Latijn te zetten. En er allemaal feestjes omheen verzonnen. Dan gaan we nu het feest van de heilige Johannes vieren. Allemaal bij elkaar. Dat is Babylon. Heeft niks te maken met de Bijbel of niks. Ik vier het ook niet meer. Ik heb een paar jaar geleden heb ik nog een kerstboom gekocht. Voor mijn dochter. Die wilde zo graag een kerstboom. Ik ben gescheiden. Oké, koop ik een kerstboom. Maar ik weet wel, in het ouderlijk huis, dat ik, toen ik daar nog woonde. En het werd kerst. Ja, we hadden een dracena. Een hele grote joekel, man. Die had ik heel goed. Goed verzorgd. Goede aarde gegeven. En een pot, jongen. 70 centimeter doorsneden. Ja, dan wil ze een dracena wel. Hè? Goed mesten. Dat is een loeris van een ding. Nou, dan gingen we die dracena optuigen. Dan hang je daar slingers in. Ja, toch ook kerst. Klaar. Ah, voor die kinderen is dat wel leuk.
Ik heb er ook niks op tegen om de winterzonnestilstand te vieren. Maar vier dat dan. Ja. Dat zegt... Steiner. Rudolf Steiner. Die zegt dat als je het dan hebt over formele feesttijdstippen. Ja, vier dan vier keer per jaar feest. En heel treffend is het woord vieren. Hè? Van ik vier. Ja, dat is dus vier. Dat is vier keer per jaar. Vier keer per jaar vieren. Steiner kan er dan heerlijk over los gaan fantaseren. Maar er zit wel wat in, vind ik hoor. Dus, waarom niet? 21 december, party, toe, toe, toe. 21 juni ook, ja. Ja, als je 21 december viert, moet je ook 21 juni vieren hoor, vind ik. Nou, dan vier je ook nog 21 maart. Toch? Okay, december, na 3 maanden, ja, dat is maart. En 21 september. Gewoon vieren. Gewoon, we hoeven niks bijzonders te doen. Er zijn geen voorschriften voor. Maar 4 keer per jaar, een soort mondiaal feest. En als wij dan 21 december vieren, dan vieren ze in Australië ook 21 december. Maar ja, daar schijnt de zon. En daar is het dan zomer. De zon schijnt hier ook, maar en daar is het dan zomer. Maar Steiner is daarvoor. Ik ook. Lijkt mezelf een erg goed idee. Lekker makkelijk ook, hè? Want dat Pasen en Pinksteren gedoe van de katholieke kerk. Ja, je weet nooit wanneer het Pasen of Pinksteren is. Het is de eerste volle maan na de huppeltjepup. Zo. Ja, ga er maar aan staan. En als je dat op die manier doet van Steiner, dan... Dus hoef je alleen maar op de kalender te kijken. Die kalender, ik sprak gisteren Frank. En die zei van ja, die Gregoriaanse kalender, daar is iets mee. Die is niet natuurlijk. Dat hoor ik van meerdere fronten. Dat die nummering niet klopt. Het is nogal wie dat we 365,24 dagen per jaar hebben. Ongeveer. Daar zit het probleem niet. Maar waarom is 1 januari het begin van het nieuwe jaar? Ja, volgt de kalender natuurlijk wel, maar waarom dat moment? Dus waarom doe je, wat is het dan, 10 dagen na de winterzonnestilstand begint het nieuwe jaar? Waarom? Het is veel verstandiger, denk ik, om te zeggen, nou, op 21 maart begint het nieuwe jaar. Het is toch logisch als je die. Het gaat om een sinusfunctie. Een wiskundig begrip. Een sinusgolf, heet dat ook wel. Sinus x. Ja, een sinus x die begint vanuit nul punt. En dan gaat hij onder 45 graden, zeg maar, omhoog. En dan. Dan neemt dat zo langzaam af en dan bovenin komt hij dan, staat hij dus zo goed als plat. En dan gaat hij naar beneden en dan gaat hij weer keihard en dan gaat hij steeds harder naar beneden. En dan schiet hij weer door het nulpunt heen. En dan gaat hij helemaal naar onderen toe en dan wordt hij weer plat. En dan gaat hij weer terug en dan gaat hij steeds harder omhoog. En steeds harder omhoog gaan, dat heet de equinox.
Nou, aan de lente-equinox lijkt mij een prima punt om te zeggen... het nieuwe jaar is begonnen. Alle neuzen dezelfde kant op. En dan zou ik kiezen voor de lente-equinox op het noordelijk halfrond... want daar is de meeste economische activiteit. Lijkt mij veel handiger. Dan heb je ook dat gezeur met die katholieken en zo'n carnavalsfeest en whatever. Dat doen we gewoon. Dan is het ook duidelijk dat carnaval gevierd wordt aan het einde van het jaar. Waarom doe je dat? Je kan veel beter het begin van het nieuwe jaar gaan vieren, hoor. De dag dat de dagen het snelste langer worden. Dat is het begin van het nieuwe jaar. Zou ik zeggen. Wat een grappig, die Frank. Die heeft gewerkt. Ik weet niet precies wat hij allemaal... Hij heeft in het leger gezeten. Volgens mij heeft hij ook nog wel een... iets van officier of zoiets, of sergeant. Aardige vent. Hij had wel een mooie kerstgedachte. Dat je zei van ja, de werkelijkheid is de werkelijkheid niet. De werkelijkheid die werkelijk is, die is niet te zien. Die kan je niet meten, die kan je niet wegen. Maar dat is de werkelijkheid. Die je niet kan waarnemen. Maar die je wel kan... waar je in kan participeren. Ja. Dus dat je participeert vanuit een werkelijkheid die je niet kan zien. Niet kan meten, niet kan wegen, niet kan tellen. Echt bijzonder wat hij zei. Het was Immanuel Kant. Niet dat hij Immanuel Kant had gelezen, maar Immanuel Kant zegt precies hetzelfde. En hij is daar dan achtergekomen. Hij is zich ook heel bewust dat hij geen kinderen heeft. Is hij niet treurig over? Maar hij snapt dat wel heel goed. Een groot verschil hoor, of je een kind hebt of niet. Maakt zoveel uit in je leven. Mijn kind die wilde een keer, al jaren terug, was nog klein. 4 of zo, 5. Zat ze weer eens te zeuren. Ze wilde niet slapen. Ga ik naar beneden, waar ze sliep. Die is er nou weer aan de hand. Oh, bla, 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 bla. Ja, ze was een beetje opgewonden, denk ik. Ik zei, nou, ik vind het genoeg geweest. Dus ik ga weer naar boven, hoor. Nou, jij ligt in je bed, er is niks aan de hand. Jij ligt in je bed, dat is alles. Waar moet je nou weer druk over maken? En voordat ik het licht uitdeed... vroeg ik aan haar, wie houdt er het meest van jou? Zo'n frons, is dit een strikvraag? Ze zei, wat moet ik zeggen, jij of mama? Vraagteken. Ik zei, nee. Christus Jezus. En dat licht uit. Ze zei natuurlijk van, de moeder heeft een pesthekel aan alles wat met de Bijbel te maken heeft. En andere religies, daar heb ik er nooit op betrapt dat ze dat wel bestudeerd heeft. Ze ook geen Dhammapada gelezen, of een Tao Te Ching, of de I Ching, dat doet ze ook niet aan. Helemaal niks eigenlijk.
We hebben de Bhagavad Gita, die heb ik ook, die ben ik kwijt bijna mee. Dat is wel jammer. Ja, misschien heb ik hem nog, maar nee, ik denk het niet. Ik denk hem kwijt ben. De Dhammapada is een stukje van de Mahabharata. Zo. Dat is wel een leuk stukje, man. De drie deugden volgt de Bhagavad Gita. Ken je die? De eerste deugd is wijsheid. De tweede deugd is lust. Dat is verlangen. En de derde deugd is luiheid. Wijsheid, lust en luiheid. Dat is wel grappig. Maar de Bijbel vind ik dan wel een stukje beter. Hoor. Ja. Ja, die moeder die doet er allemaal helemaal niet aan. Die heeft nou een post op Facebook staan dat ze vegetarisch de kerst gaan doorbrengen. Ja. Nou, ik vind het best. Ik ben er toch niet bij. Nee, vegetarisch, veganistisch. Vegetariërs heb ik niet zoveel respect voor. Nee, ik saai laar. Die eten wel kaas. Ja, ik denk, dan moet je dat ook niet doen, hè? Ja. Ja, als je wel kaas eet en dan heel heilig zeggen... Ja, maar ik eet geen vlees. Nee. Ik veroorzaak alleen maar dode beestenkadavers. Dat wel, maar ik ben vegetariër. Dus die dode beesten die worden netjes begraven. En ieder beest krijgt een kruis. Hier rust Bertha 13. Je snapt het toch wel, maar die melkkoeien. Die worden ieder jaar bevrucht. En dan ook nog kunstmatig. Dus die koeien hebben niet eens lekkere seks. Hey, die krijgen een injectie spuiten in de... Oh, een rietje is dat dan. In een rietje hebben ze dat zitten. Gaat dus een rietje dan... En dan gaat die dierenarts zo... Of wie dan ook, de kunstmatig inseminateur. Clara 13, die staat er zo van... Oeps, wat is er nou gebeurd? Elk jaar, hè? Ik weet niet hoe lang een melkkoe meegaat, maar... Maar uit van 10 jaar of zo. Stel, hè. Nou, als ze 10 keer bevrucht, dan heb je 10 kalveren. Nou, de helft, dat zijn mannetjes. Nou, daar heb je niks aan. Die geven geen melk voor de vegetariër. Dus wat doe je dan met die mannetjes? Los laten lopen in Pamplona. En die vegetariër maar een beetje... Oh, ik ben vegetariër. Mijn dochter die zei, maar dat vond ik wel goed hoor. Dat, ja, ik eet het liefst vegetarisch. Behalve als ik mij een beetje slapjes voel. En dan eet ik vlees. Zo. Maar ze eet bewust, dan vind ik eigenlijk genoeg. Maar vegetarische kerst. Ik eet niet veel. Dat is ook een manier van vegetarisme. Ik eet niet veel, dus ook niet veel vlees. Gisteren op kerstavond heb ik heerlijke... Die kippen dingen gekocht. Die waren lekker. Goed gaar. En dan een bakje salade erbij. Bij de Eurosnacks op de Korenmarkt. Dat is een goede tent. Als je ooit een keer naar Arnhem komt, en, moet je wel wat later op de dag zijn. Midden in de nacht, die zijn open tot later. Op vrijdagen en zaterdagen. Een aardige vent werkt daar. Nou, dan heb ik het weer gehad. Door een kerstdiner vandaag, nu helemaal niet.
Ik vind het wel lekker hoor, dat die Babyloniërs dan hebben afgesproken van... Oké, het volk mag dan 2 dagen per jaar niet werken namens ons. Denk, oh, mooi zo. Al die belastingambtenaren zitten allemaal aan de kalkoen. Of de oesters. Kunnen ze mij niet bellen? Dan heb ik ook vrij. Lekker vrij van gedachten. Ik kan lekker mijn gedachten laten dwalen. Babylonie is vrij. Oh ja, Babylon, als je dat niet wist. Maar uit Babylon komen de oudste, noem maar, formele geschriften. Dus we hebben heel veel afleverbonnetjes uit Babylon. Zo weten we ook, we zijn erachter gekomen. Dat ging om leveranties van kippen en varkens en geiten. Kisten met graan. Wijn. Dat was een... Babylon was de hoofd... Nou, het was niet de hoofdstad, maar het was één van de steden in Sumer. Je had ook nog andere steden. En in Babylon, daar zat uiteindelijk als laatste Hammurabi. Vreemd genoeg is zijn naam een anagram van Ibrahim. Hammurabi, Ibrahim, is een anagram. Als je de klinkers weglaat, is het zonder meer een anagram. Ook met Abraham, dan moet je de klinkers er even uithalen. Dat kan toeval zijn. Hoor. Of. Of. Of, puntje, puntje, puntje. Zijn die jokers van de mind control. En Babylon. Ken je dat verhaal? De hangende tuinen van Babylon. De Cure, die Engelse, Britse band. Heeft daar een mooi nummer over gemaakt. Dat is die cd pornografie, of pornography op zijn Engels. Daar zit volgens mij de Hanging Gardens. De Hanging Gardens. Nou, er wordt gezegd dat het de vrouw was van Hammurabi, die tegen hem heeft gezegd van... jongen, ik wil een beetje groene omgeving, hoor. Ik ben wel van de groene partij, of zo, hè. En dat die Hammurabi, dat denk ik van ja, fokken de fokken. Ik wil wel een beetje fokken de fokken met mijn wijf. En zij hield de knieën tegen elkaar. Nee, als ik geen groen om me heen zie, nee, dan hou ik mijn knieën tegen elkaar. Ja, en Hammurabi die dacht van ja, potver, ik wil hem toch een keer van Bill. Hè. Wat heeft hij tuinen laten installeren? En elke dag water omhoog laten sjouwen. Onderdanen. Om al die planten water te geven. Want het regent niet zoveel, hè. In Sumer. Irak, hè. Dat dan, ja. Kale boel. Ja, daar is de... Dat is het oudst bekende beeld, historie, geschreven geschiedenis dat wij hebben van Babylon. Babylon komt ook in de Bijbel voor. Boek Daniel. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept. When we remembered Zion. Er is nog een liedje van gemaakt door Boney M. By the rivers of Babylon. Maar het komt regelrecht uit de King James van 1611. Maar Babylon heeft een filiaal gehad in Egypte. Met die farao's. En die gekke gebouwen. En toen zijn ze doorgetrokken naar Griekenland.
En vanuit daaruit naar het noorden van Italië. En toen ze daar zaten, dus in Rome, toen kwam het christendom omhoog. En het christendom was in die dagen niets meer dan een verzameling van geschriften. En die werden op de hand overgepend. Daar hadden ze geen fotocopieerapparaten, scanners of zo, dat hadden ze allemaal niet. Ze moesten op de hand worden overgeschreven. En die geschriften die circuleerden en die heeft Babylon heel slinks in beslag genomen. Goh, wat een gemene truc was dat ze. Nou, toen zijn wij de oorspronkelijke geschriften kwijtgeraakt. In 325 ongeveer. Toen begon de confiscatie van alle christelijke geschriften. Ik heb zo'n grapje gemaakt in een vorige uitzending. Dat die verzameling geschriften die verzameld zijn en ontvangen zijn, heet de scriptus receptus. Het Latijn. Scriptus betekent schrift. Receptus is ontvangen. Ontvangen geschrift. Ik zeg, nee, het is niet die oude grap. Het is niet de scriptus receptus. Het is de scriptus in beslag genomius. Dat is gewoon ingepikt. De scriptus confiscatoris. Nou, dat zijn wij meer dan anderhalf millennium, meer dan anderhalf duizend jaar ongeveer, verstoken geweest van onze teksten. Dat wij hebben dat geschreven. Dat is gewoon in beslag genomen. In het Latijn vertaald, ja. Dus, wat heb je daar nou weer aan? Wat voegt dat toe? Ja. Ah, iedereen moest Latijn gaan doen. Maar ja, dat was helemaal de bedoeling niet, want ze hebben niemand Latijnse les gegeven. Alleen de priesters kregen Latijnse les. En niemand mocht een Bijbel zelf in huis hebben, hoor. Maar in 1611 had je die King James, of koning Jacobus op zijn Nederlands, van Engeland, King James the First, was een sodomiet, by the way. Die had seks met mannen. Wordt gezegd, zou mij niks verbazen. En die wilde graag koninkje spelen in Engelandje, zonder gezeik met de paus. En die heeft als een strategische move bedacht van, nou weet je wat, ik ga mijn eigen Bijbel beginnen. Dat lijkt me wel wat. Wat kost zo'n ding? Dus daar is een bedrag voor op tafel gekomen. Er zijn er 50 man, iets van 6 of 7 jaar bezig geweest. Zeg maar 7 jaar. 350 manjaar. Joh. Dat is een hoop, hoor. 350 manjaar. En toen hadden wij de Bijbel terug. En nog geen 30, 40 jaar later, halverwege de 17e eeuw, kreeg je de Nederlandse versie. Allebei kan je hier om de hoek kopen. Voor mij is 200 meter lopen. Boekhandel De Fakkel. Werken hele aardige mensen. Frisse winkel. Mooi schoon, overzichtelijke boekenkasten. Ik kocht daar een King James.
De tweede, ik heb er eentje gekocht, meegedaan. Oh, die heb ik aan mijn dochter gegeven. Ja. En toen heb ik er nog een gekocht. En die was een euro goedkoper. Op het stickertje dan, hè? Dus ik had die King James gepakt. Ik kende hem wel. Deze wil ik hebben. Ik zei, maar het stickertje klopt niet. Er staat €7,95. En, ja, ik kijk nog in de computer, maar daar staat volgens mij €8,95. En die vrouw die kijkt in de computer en die zegt, ja, inderdaad. Hij moet €8,95 zijn. Ja. Ja, zei ze, maar er staat €7,95 op. Dus ja, ik zal het wel doorgeven dat ze fout gestickerd zijn. Maar we rekenen af voor €7,95. Want dat is de afspraak. En dat klopt. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Had niet gehoeven hoor. Ik had graag €8,95 betaald voor zo'n vriendelijke boekwinkel. Een eurotje doneren aan een dakloze heeft minder zin dan een eurotje te doneren aan de boekhandel De Fakkel. Zijn we die kerstbespiegelingen? En de geboorte van Christus Jezus is heel belangrijk geweest. Maar wanneer dat nou precies was, ik weet het niet. Het was warm weer in wat we nu Israël noemen. Toen was het warm. Want de herdertjes lagen bij nachten in het veld. Punt. Er zijn ook gedachten over dat Christus op een bepaalde dag... Er zijn wat discrepanties over, hoor. Iets van op de Pesach, iets voor de Pesach. Ja. Maar de Pesach, dat is in de buurt van de lente-equinox. Het begin van het nieuwe jaar. Jurk Liesman, die weet er het fijne van. Leuke fan trouwens, Jurk Liesman. Daar heb ik het afgelopen jaar ongelooflijk leuke uitzendingen meegemaakt. Heel waardevol. Ik vind het jammer dat jullie daar zo weinig naar kijken. Niet dat het mij teleur... Ja, nee, het stelt me wel teleur. Maar ik ben niet boos of zo. Maar het komt misschien nog. Het zijn eeuwige uitzendingen. Met Jurk heb ik... Hartstikke leuk eigenlijk. Het begon als volgt. Ik kwam op Jurk zijn kanaal. Gestuit. En ik naar die man luisteren. Ik denk, oh, dat is geinig, man. Jurk is verwant. Heeft contact met Amerikanen. In die dagen was dat en zo. Amerikanen. Die jongens van FirstAmendmentRadio.net. Interessante gebeuren daar. First Amendment, eerste amendement, eerste toevoeging of zo, aanpassing, voorwaarden. First Amendment Radio, vrijheid van meningsuiting. En zo stuitte ik op Jurk. En toen heb ik een paar keer wat dingen gestuurd. Dingen die ik geschreven had. En toen dacht ik van... Ik had van Jurk die lezingen gehoord van hem over Rulers of Evil. Een boek geschreven door Frederik Tupper Saucy. Het gaat over Babylon. En het boek van Frederik Tupper Saucy, Rulers of Evil, dat kan je gratis downloaden. Frederik Tupper Saucy is overleden in 2006. Onder niet verdachte omstandigheden. Anders dan William B. Cooper. Die is doodgeschoten door de Belastingdienst. Ja, dat doen ze in Amerika.
En Tupper Sorsi, die heeft dat boek geschreven. Ik dacht, nou, dan ga ik dat doen op zijn Nederlands. En dan kreeg ik een kritiek van Jurk. Ja, als je het toch gaat doen, doe het dan fatsoenlijk. Want dit slaat nergens op. Ik zei, oké. Dan zijn we Rulers of Evil gaan doen. Pagina voor pagina. Ja, ik werd er doodmoe van. Hoor. Moest ik dat voorbereiden. De bedoeling was, want het is in Engels geschreven, en dat het dan in het Nederlands wordt opgelezen. Dus eerst in het Engels en dan in het Nederlands. Even de vertaling doen. Dus ik zei tegen Jurk na een aantal keren van die sessies, van, ik wilde, ja, kunnen we niet wat anders gaan doen? En Jurk zo van, ja, maar als je iets begint, dan moet je het afmaken. Ja, dat vind ik ook. En Jurk zei ook nog, als we het niet afmaken, dan haal ik al die uitzendingen eraf. Van zijn kanaal. Dan denk ik, ja, Jurk, ik snap het wel. Maar dat Engels van Frederik Tupper Sorsi, dat is niet mijn favorite kind of speak. Bloot het, heet het dan op zijn Engels. Opgeblazen. Opgeblazen taalgebruik. Waar J.R. Tolkien in zijn Lord of the Rings zich ook schuldig aan maakt. Oh. Wat een drama. Dus ik zei tegen Jurk van, ja, zullen we het om en om doen? Dan gaan we de ene keer gaan we lekker Bijbel lezen. En dan die andere keer dan doen we Rulers of Evil weer. En dan gaan we weer lekker Bijbel lezen. Oké, zei Jurk. Nou, en inmiddels zijn we zover dat we alleen nog maar Bijbel lezen. Ja, waarom niet? Dat is leuk hoor. Jurk is geboren in Hamburg. Maar die kan erg goed Engels. En Frans ook. Ah, niet zo goed als Engels. Maar nou, Duits natuurlijk. En hij woont in Leuven, dus hij kan, ja, Vlaams, met woorden als hoesting. Ja, en Duits natuurlijk. En dan doet hij van een stukje Bijbeltekst de King James en ik dan de Statenvertaling. Erg leuk. En daar is nu Michael bijgekomen. In dat clubje. En die doet dan die Schlachterbibel. Dat is een Duitse versie van de Bijbel. En die schijnt erg goed te zijn. De beste Duitse. De Lutherse Bijbel, daar is wat mee. Ik weet ook niet precies wat. Maar de King James en de Statenvertaling en de Schlachterbibel, ja, dus, nauwelijks verschillen tussen. Altijd wel een beetje, maar ja, kleinigheden. Ja, dat is erg leuk met jou. Morgenavond, dat is tweede kerstdag. 8:00 s'avonds. Dan gehen wir. En Michael is dus ook een Duitser. Maar die woont in de buurt van Venlo. En die luisterde naar Ferry Maat op de Nederlandse radio. Hij kan het perfect verstaan. Hij kan het niet spreken. Met mij is het met Duits gelijk zo. Ik kan het zo goed als perfect verstaan. Nou, Duits reden, ja. Ik ben geen Rudy Carrel of zo. Maar. Dat is leuk. Michael is een heel lief mens. Ja. Michael die heeft ook gezegd, dat is volgens mij tijdens de uitzending. Want daarna kletsen we nog even wat, hè, met z'n allen. Maar volgens mij tijdens de uitzending heeft Michael erbij stilgestaan. Dat
de gewoonte van mensen om dieren die ze dan niet goed genoeg meer vinden, maar vol te laten spuiten met strychnine. Wat Michael zegt, ja, dat moet je helemaal niet doen. Kijk, je kan wel een kat hebben die halve mank is of wat dan ook, maar ja, je gaat toch niet €75 betalen aan een vent in een witte jas om dat beest te laten. Ben ik helemaal met Michael eens. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat mag helemaal niet. Van God. Het waanzinnig gedrag. Als je niet bereid bent om voor een dier te zorgen tot het sterft, dan moet je geen dier nemen. En als je dat wel doet, hè, dat gebeurt nu, hè, dat het heel normaal is dat je een dier eventjes... Ja, dan ga je dat met mensen ook doen. Daarom mag het niet. Mag je een koe slachten? Ja, nou, ja, als je het wilt doen, moet je het zelf weten. Maar ga het maar doen. Ik heb kippen geslacht. 2 of zo. 2, 3, 4, 5. Die veren geplukt. Ja, die ingewanden eruit. Dat hele kippenapparaat aan de binnenkant gezien. Er zit een hele batterij met eieren zit erin. Echt een batterijeren. Een batterij en eieren. Ja, ik heb het zelf gedaan. We hadden die kippen goed te eten gegeven. Die kippen waren echte vegetariërs. Oh, lekker eten, mais en alles wat die kippen lekker vinden. En die scheten dan in de tuin. Ja, dat is mest. Stikstof, fosfor. Ja, als je het zelf doet. Ja, koeien. Ja, ik weet het niet. Hoor. Ik zou niet graag een koe willen slachten. Melkconsumptie vind ik... Ja... Ik koop wel eens een pak melk, hoor. Maar het slaat nergens op. Voor mij hoeft het niet, hoor. Ja, als mensen dat willen doen. Je moet er wel mee oppassen. Ik vind dat iedereen die zich bezighoudt met vlees gebeuren... Kijk een keer naar de Texas Chainsaw Massacre. En de boodschap die erachter zit. Hè. Simpel verhaaltje, hoor. Dus, een familie in heet, broeierig Amerika, Texas of zo. En die zijn jarenlang, waren ze slachter. Hun hele familie. Dus, opa, een overgrootopa, iedereen was slachter. En die zijn verworden tot het slachten, tot slachters van mensen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik eet wel eens af en toe vlees. Maar niet veel. Door een enkele koe, ja, die mag voor mij best in de rondte lopen. Nou, die moet onderhouden worden, die moet eten krijgen. Want je kan een koe niet hier in Nederland loslaten. Dus dan staat hij langs de A12 van oeh, ik ben een koe. Ja, dan gaat hij dood. Maar je houdt een koe in leven, of een schaap, of een kip. Ik zou het wel combineren met dat er iedere boerderij een soort kinderboerderij wordt. In die zin dat je daar naartoe kan met je kind. Dan kan het kijken naar de koetjes en de schaapjes. Dat is dan wel weer leuk. Ja, en die dieren, wat moet je ermee? Ja, je gaat ze niet een eergraf geven. Nee.
ze echt te oud worden, dan een schietmasker erop en poep. Een van mij mag dat wel. Dan heb je al een beetje vlees. Maar een koe is zwaar, jongen. Een hoop kilo's. Zo doen we dat. En die andere man die ik sprak gisteravond in het streetcafé. Die heeft ook in het leger gezeten. Zo. Dat is mijn onderbuurman. Die komt ook in de street. Cloud heet die. Dat is ook een soldaat, ex-soldaat. Die kom ik veel tegen in mijn leven, vreemd genoeg. En allemaal zijn dat bijzondere mensen. Maar ze hebben iets meegemaakt in hun leven. Niet leuk. Dus allemaal hoor. Allemaal niet leuk. Ja, behalve dan Frank. Maar die is niet in real life combat geweest. Die heeft geen Turken voor de kloten geschoten. Frank vertelde een ontzettend leuk verhaal. Ze waren ergens, een oefening of zo. Hè? En dan vlogen ze over met een F-16 en dan onder de 300 meter boven de grond. En dan deden ze de afterburner aan. En dan schiet zo'n ding lekker vooruit, dat is wel leuk. Maar je creëert een schokgolf en dan schiet je door de geluidsbarrière heen. Dan creëer je een schokgolf. En Frank zei van ja, je zag de bodem omhoog komen. Ik weet niet waar ze zaten hoor. Je zag de bodem omhoog komen. Een soort van drassig gebied of zo. En toen dacht Frank, ja, nou is het afgelopen. Toen is die, het opslagplaats ingelopen. Heeft hij een stingerapparaat gehaald. Nou, hij wist precies hoe dat werkte. Je moet eventjes die batterijtoestanden met zo'n klikje doen. En dan schiet hij aan. En als een Mac moet hij even opstarten. Die stinger was opgestart en hij zat te wachten tot die klootzak weer langskwam. Want ze maakte rondjes, hè. En ja hoor, dan kwam die lul weer aan met die F-16. En hij zat zo klik. Want dan niet aan de trekker komen, hè. Alleen maar locatie dinges. Er zit soms zo'n van die kijkapparaatjes zitten erop. Maar in die F-16... daar zit een waarnemingsapparaat die detecteert of er iemand beneden een stinger aanzet. Dat is wel zo veilig als F-16-piloot. Een F-16 komt uit Amerika en een stinger komt uit Amerika. Dat we niet op elkaar gaan lopen schieten. Die paloot. Ja, die hield er wel mee op. Ik denk, wat krijgen we nou? Een beetje tikken. Een malfunction of zo. Nee, er was echt een stinger gelokt. Wauw. Ja, dat is Frank. Daar kon je wel meer lachen. Maar die andere jongens in het leger hebben gezeten. Ja. Het droevig gewoon. Dat is echt niet leuk. Mensen worden er wel heel puur van, vind ik. Ja, vind je het gek? Alle hoop verloren. Vredesmissies in Libanon. Ja, fuck my eel, man. Wat hebben we gedaan in Srebrenica? Nee, laten we daar nog even stil bij staan. Lang leven Wim de Klootzak Kok. Nee, jij toch? Nee, jij toch? Wim Kok de Klootzak, zo heet hij, ja. Wim Kok heeft Karremans en zijn mannen laten zakken. Als Jezus in een vat met kokende excrementen. Ik ken er een hoop.
Ik ken een jongen die heeft onder Karremans gediend. Die was daar. Je weet precies hoe het ging. Ja, die kwam vrolijk terug, hoor. En die arme Karremans, die kreeg de schuld van alles. Dat was de zondebok. Ja, droevig als je daarop terugkijkt, hoor. Leuk is dat, hè, zo'n overheid. Met een NATO. Verkrachte kinderen. Is Babylon, hè? Ik ga nog een uitzending maken over Amerika. En Babylon. Dan wordt je wel het een en ander duidelijk. En Frank die wist het ook, hoor. Frank weet van Babylon. En Frank zei, die werkelijkheid die wij meten, dat je het weegt of dat je het telt of whatever. Maar dat is de werkelijkheid niet. Dat klopt. Ja. Voor hem is het ook duidelijk dat wij, de sprekenden, wij stammen niet van de apen af. Dat kan niet. Of je nou boeddhist bent of whatever bent, het kan niet. Dat is onmogelijk, man. Ik probeer even mijn checkje aan te krijgen. Daar zijn hij en ik het helemaal over eens. Dat kan helemaal niet. Hij is eigenlijk een gnosticus. Niet agnosticus, maar een gnosticus. Dus God zit in ons allemaal. Voor zover we dat natuurlijk beamen. En dan zit je heel dicht tegen het christendom. Er is niet zo'n groot verschil tussen gnosticisme en het christendom. Wij hebben het beste boek. Dat is alles. Voor de rest is er geen oorlog, geen discussie, geen helemaal niks. Uitwisselen van ervaringen. Dat is wat telt. Wat heb jij dan gisteren meegemaakt? Ik heb Sietse Planting nog gekend. Die is dood. Dat is ook een ex-militair. Oh, wat voelt die man zich af? Voelde die man zich afgezekerd, hè? Eén grote leugen is het, hè? Dat hele leger gebeuren. Als iets de Planting weet van Dyncorp. Alex Jones kan je er ook van alles over vertellen. Alex Jones is een leugenaar, by the way. In die zin dat Alex Jones niet alles vertelt. Maar de dingen die hij vertelt, ja, die zijn waar. Dat zonder meer. Hij moet wel. En hij vertelt over Dyncorp. Of Dyncorps. Dyncorp. D-Y-N en dan C-O-R-P. Misschien een S erachter. Smerig.
Odijnkorp is een organisatie, een onderneming. En die leeft van oorlog. Alles wat erbij hoort. Het gaat slechts om geld. En dode kinderen natuurlijk. Ja, Sietse die weet dat. Wist dat. Sietse planting is onder merkwaardige omstandigheden om het leven gekomen. Ik vind het een gek verhaal. Maar meer weet ik er niet van. Maar wel vreemd. Zo'n hele toevallige hartaanval. En ik was in Duitsland op een bijeenkomst en die was georganiseerd door Mira, van Talk to Mira, de Joodse vrouw. En er was Sietse was er ook. En dan kon je slapen in een legertent. Het was in een hotel, die bijeenkomst. Hotel, ja, mijn Duitse zegt, het Soeremst. De Eems haven hier in Nederland. Dat is het eindpunt van de Eems, op z'n Duits. En aan die rivier, bij de brug over de Eems, daar ligt een hotel. Hotel bij de Eems. Hotel Zur Eems. Of Zoom. Ja, ik weet het niet. En daar waren we. Het was heel gezellig, by the way. Hele aardige mensen. En dan kon je overnachten in het hotel. Dat kostte dan zoveel. Of je kon overnachten in de legertent. En dat was €5. En dan moest je een matrasje meenemen. Of een matje. En een slaapzaak. Nou, dat doe ik wel. €5, kom op. En een legertent, daar kwam ik dan ook achter. Dat is heel makkelijk te maken hoor. Dus dan, heb je een tentdoek nodig. En 4 touwen. En 4 bomen. Dan hang je dat doek, dat zeil, dat hang je op onder een hoek. En als het gaat regenen, dat het water er mooi afstroomt. Ah, gezellig maar. Ik denk, oh, is dat alles? Is dat alles? Nou, maakt mij uit. Ik heb €5 betaald om te mogen slapen onder een stuk tentdoek. We landen daar uiteindelijk met 6 of 7 mannen. Allemaal militairen, ex-militairen. Ik heb nog nooit zo veilig geslapen als toen. Tof, man. En bij dat hotel zaten we op het terras en er kwam de gezeik. Die hoteleigenaar, nee, als je nog praat, en lalala, nee, allemaal weg. Ja, die lui die in het hotel sliepen, die gingen naar binnen. En ik taaide af naar de legertent. Nou, daar ging het feest gewoon door. Lekker suipen en blowen. Hash. Lekker. En dan komen al die verhalen komen eruit. Er was er nog een andere ex-militair ook. En die had een kamer geboekt in het hotel. Hè? Met zijn vriendin. Zijn vriendin lag daar in bed. En die komt naar ons toe. Ja, die wilde wel even met die jokers nog even door. Ja, dat is voor gezeik. We mogen niet eens op het terras zitten. Stel dat je homo's. En hij wilde dat hotel uit. En die hoteleigenaar tegen hem. Van, ja, waar ga jij naartoe? En zei hij, ik ga naar buiten. Oh, die hoteleigenaar. Oh, dat kan zomaar niet. Oh, nee. Zei die man. Oh, nee.
Dus die kwam helemaal boos bij ons met die andere ex-militairen. Nou, die kerel die dacht even mij te verbieden om hier naartoe te komen lopen. Ja, dat gaat hem even niet worden. Ja. Ik betaal toch voor die kamer of wat? De voordeur was dicht of zo. Ja, die ex-militair had gezegd van ja, dat de voordeur dicht is, dat maakt me geen rol uit. Maar er is hier toch wel een deur open. Anders ben jij een overtreding als hoteleigenaar. Want als hier brand uitbreekt, dan moeten mensen naar buiten kunnen, of niet? Nou dan. Dus er is hier een deur open. Nou, dat is vast een achterdeur, of niet? Nou, toen hield die hoteleigenaar zijn bek. Hij liep naar buiten. Lekker met ons een blootje draaien. Ja. Rode wijn erbij of zo. Nou, toen was het diep in de nacht. En Sietse Planting, die was onder bed. En die andere officieren, sergeanten, ook allemaal. En ik zat er nog met een jongen, een jongere vent. En die zei, ja, ze zeggen dat ik PTSD heb. PTSS of zo. Post-trauma stress disorder. PTSD op zijn Engels. PTSS op zijn Nederlands. Posttraumatische stressstoornis. Dan zit hij, ik kan niet slapen. Zo. Nou, een beetje doorblowen, een beetje doordrinken. Ik zei, ja, zullen we gaan liggen dan, hè? Inmiddels al behoorlijk dronken. Zullen we gaan liggen? Nou, zei hij, dat is goed. Gaan we liggen. Ja, die lege tent, die lag al vol met allemaal van die snurkende mannen. En Sietse Planting, toen hij nog leefde, nou, die kon snurken, hoor. Zo had ik net. Ja. Ik dat matje uitrollen. Mijn slaapzak erop. En die jonge gozer tegen mij. Hey man. Ga je met je kop omlaag liggen? Dan heb je morgen koppijn als je wakker wordt. Waar ben je mee bezig? Oh, wat ben ik dom. Slaapzak omgedraaid. Ja, natuurlijk. Maar Sietse had erover nagedacht. Dat is een glooiend stuk land. Het is erg belangrijk dat je... Die schuinte moet erin zitten. Dus dan lig je een beetje. Dan lig je met je hoofd omhoog. En niet met je hoofd omlaag gaan liggen... Dan krijg je inderdaad werkelijk koppijn de volgende dag. Nou, dan lag ik naast die gozer. Ja, hij kon nog steeds niet slapen. En toen zijn we het gaan hebben over Nederlands. Toen heb ik hem uitgelegd wat het onderscheid is tussen de en het. En hij zei, oh, is dat het? Ik zei, ja, volgens mij wel. Het is de tent. De legertent. En het hotel. Het huis. Ja. Dus wij slapen in de tent. En die andere jokers, die slapen in het hotel. Oh. Nee, maar zo is het makkelijk te begrijpen. Ja, volgens mij is het zo. En toen ging hij snurken. Ik had hem in slaap geluld. En toen kreeg ik... dat je in ieder geval niet kan slapen. Dat is een ziekte, toch? Ik was klaar wakker. En Sietse was aan het snurken. En die jongen was aan het snurken. Maar toen ben ik om 6:00 morgens of zo. Ik heb de zon op zien komen. En toen... Nou, toen stopte Sietse met snurken. Die jongen ook. En iedereen ging opstaan. Toen dacht ik, nou, ga ik ook opstaan. Ik was zo fris als een hoentje. Nee, maar dat is maf. Helemaal wakker. En bij het hotel met die andere militairen. Een koffie drinken. Nog een kop koffie. Was toch gratis. Toen ben ik naar huis gereden. Mooie dag was het, hoor. Dag en nacht. Of ja, middag en nacht. Super tof. Fijn, hè, dat mensen zo heel
harmonieus met elkaar om kunnen gaan. Er werd ook nog aan mij gevraagd, hoe heeft de overheid jou verneukt? Ik zei, nou, niet echt. Oh, zeiden ze, wat aardig dat je dan toch gekomen bent. Ja, was toch een mooie kerstgedachte. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ook namens Weilen, Sietse Planting en zijn familie. En al die andere ex-militairen die voor de gek gehouden zijn. Nou, ik stoom lekker door, want ik heb nog wat bier. Dus ik maak er nog een voor het slapen gaan. Jullie gaan lekker slapen. Niet overeind komen nu, niet je laptop uit gaan zetten, niet doen. Gewoon lekker blijven liggen. En op zijn hamburgers zag ik. Tjus.